We horen deze dagen veel over de geestelijke communie en heel kort even iets over de traditie daarvan. We kennen natuurlijk de sacramentele communie, en dat is het allerbelangrijkste. Jezus is waarachtig tegenwoordig in het Allerheilig Sacrament. We ontvangen hem in de Heilige Communie helemaal. Geest, ziel en lichaam, mensheid en godheid. Christus in zijn weggeschonken gave. Mocht dat niet mogelijk zijn om hem sacramenteel te ontvangen, en er kunnen allerlei redenen voor zijn, mits er natuurlijk geldige redenen zijn, dan is er de mogelijkheid om hem in de geestelijke communie te ontvangen. Dat is een heel oude traditie. Franciscus van Sales spreekt er al over, Teresa van Avila spreekt er al over, Alfons de Liguori noemt het. En zij plaatsen het als een mogelijkheid naast de sacramentele communie, dat we door de dag heen of door de week heen een moment in gebed de aanwezigheid van Jezus zoeken en dan eigenlijk daar in het gebed hem weer in ons hart uitnodigen, alsof hij op dat moment in de sacramentele communie in ons hart komt. Dat is de geestelijke communie. En deze vorm is natuurlijk heel belangrijk als we niet de sacramentele communie kunnen ontvangen. En die situatie kan misschien nu zich gaan voordoen de komende weken, dat er geen missen meer toegankelijk kunnen zijn. De eerste weg is dan toch om via televisie, radio of internet een mis mee te vieren. Radio Maria is er natuurlijk gelukkig met de mis, maar ook missen uit het buitenland kunnen gevolgd worden. Mocht dat allemaal toch niet mogelijk zijn, dan is het goed om zelf een tijd van gebed te nemen. Precies volgens het schema van de mis. 4 stappen. Een begin, kruisteken, gewetensonderzoek, schuldbeleidenis. De tweede, lezen uit de Heilige Schrift, de lezingen van de dag, zeker het evangelie. Rustig tijd om daar wat over de tekst wat te overwegen. Dan de voorbeden, en er is zoveel om voor te bidden. En dan de derde stap. In die derde stap kunnen we ons richten, ook fysiek, naar de dichtstbijzijnde kerk waar het tabernakel is, waar Jezus in het tabernakel is. Ook al is dat kilometers ver weg, maar naar die plek ons richten. En dan in gedachten naar Jezus toe gaan, daar in het tabernakel. Bewust zijn van zijn aanwezigheid en dan hem geestelijk in ons hart vragen. Dat kan door een kort gebed, Heer, komt u nu in mijn hart. Dat kan ook op een manier dat we de heilige naam van Jezus uitspreken en we ons voorstellen dat de heilige naam als een soort hostie op onze tong is, zodat we ook de heilige naam min of meer naar binnen nuttigen en zo in ons hart laten afdalen. En dan is het de tijd van dankzegging en stilte, zo in aanwezigheid van Jezus te verblijven. En de vierde is de afronding, God om zijn zegen vragen, niet alleen voor ons, maar voor heel veel mensen. Zo is de geestelijke communie ook een mooie vorm, als de mis niet bijgewoond kan worden, als we de mis niet kunnen volgen via een andere mogelijkheid, kunnen we zo deze wijze toch met Christus verbonden zijn. Geestelijke communie die we ook kunnen doen als we via de radio, de televisie en internet de mis volgen. En Jezus ziet de omstandigheden. Hij weet wat er aan de hand is. Hij snapt waarom we op dit moment hem niet in de Heilige Communie kunnen ontvangen. En hij geeft dan ook de genade door de geestelijke communie die wij nodig hebben. De communie is immers ontmoeting met de levende Heer en hij weet altijd wegen om ons datgene te geven wat we nodig hebben. En dat we zo ook op hem vertrouwen en niet blijven stilstaan bij een vorm of een mogelijkheid die er op dat moment niet is. En dan denken, dan doen we maar helemaal niet of dit is eigenlijk niet echt. Het is de levende Heer die naar ons toekomt. Zijn grootste verlangen is natuurlijk via het sacrament, dat is ook ons grootste verlangen, maar waar dit werkelijk niet mogelijk is, zijn er
vele wegen waarlangs hij naar ons toekomt. En een hele mooie weg is deze van de geestelijke communie.